We zijn weer. We, we, Dan. Dan is naar het buitenland geweest, jawel. Eindelijk weer eens. Hij heeft de vliegtuig gepakt. Uh, hij is natuurlijk heel lang naar het buitenland geweest, maar dat was voor zijn eigen vakantie. Maar volgens mij, vrij snel daarna. Uh, de jetlag was nog net niet de deur uit. De jetlag was nog net niet de deur uit. Mocht je weer naar Londen toe. Ja. Nou ja, goed, als jij naar fucking Australië was, het? Ja, Bali, dan ja. is Londen natuurlijk gewoon een busreis. Uh, het uh, was niet normaal. Drie <laughs> kwartieren ik was er. Drie kwartieren je was er inderdaad. Um, je bent namelijk naar Londen geweest op uitnodiging van Bethesda om daar um, een aantal uur te mogen spelen met de nieuwe ja, grote uitbreiding, DLC, upgrade, weet ik veel hoe ze dat tegenwoordig allemaal noemen. Um, Necrom. Ja. Dat klopt. Uh, twee dagen, uh, hotelletje erbij, gezelligheid, een uh, aantal uh, collega's waren mee. Roundtable, uh, de hele mikmak. En je weet het, als je in je eentje gaat tegenwoordig, dan kunnen wij niet hele fucking brede video's maken, want uh, dat is gewoon heel erg lastig. Dan maken we een leuk vlogje. Daan heeft uh, loopknutselen thuis. Het is, het, het, voor de duidelijkheid, het is echt ja? een, een, een in vogelflucht. Uh, mijn 24, nog niet eens 24 uur in Londen. Nee, Hij was 24. Ja, je ging nee, s'avonds. Ik, ik was ochtends om. Pak een beet half tien was ik daar. Oké. Okay. Of om tien uur was ik in Londen. En natuurlijk ja, dan moet je eerst naar het kantoor, naar het ja. hotel. En dan ga je eten, en dan ga je spelen. En dan na het spelen begint het echt te leuk, want dan ga je zuipen. Dus, uh, en de volgende ja. ochtend ging je weer terug? Jazeker. Volgende ochtend, ja nee precies. Ja, tegenwoordig doen ze er gelukkig wel een hotelletje bij. Dat is wel zo charmant. Anders moet je echt weer om zes uur naar het vliegveld toe. En dan is het helemaal rennen en vliegen. Ik ben heel benieuwd. Uh, laten we even kijken naar het...

Zo. En alsof het niks is, zitten we daar dan ineens aan de andere kant van de wereld. Oftewel in Londen. Waar wij vandaag aan de slag mogen gaan. Op uitnodiging van Bethesda met die Elder Scrolls Online Necrom En dat is de nieuwste expansion die er aan zit te komen voor ESO. Daar heb ik heel veel zin in. En ik heb straks een speelsessie, ze gaan ook wat vertellen over de game. We gaan natuurlijk lekker een hapje eten vanavond. Ik heb er zin in. Ik moet vroeg mijn nest uit en ik ben ook redelijk moe. Dus ik moet vooral niet te lang op dit bed blijven liggen. Uh, dus ik zou zeggen: laten we die fucking speelsessie ingaan. Let's go. Natuurlijk uh, heb ik gekozen voor de Arkenis, de nieuwe klas. En wij hebben denk ik een goede anderhalf à twee uur speeltijd. Dus... Dat was het dan. We hebben een kleine anderhalf uur gespeeld. We hebben ook een roundtable gedaan waar we nog wat vragen hebben kunnen stellen over de game. Ik ben heel wat wijzer geworden. Ik ben lekker met de Akkernisklas aan de slag gegaan. Wij gaan nu een hapje eten. We gaan nog eventjes stevig wat biertjes doen. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe deze avond verder gaat verlopen. Award-winning pizza. <laughs> Zo, en je hoorde misschien al een beetje aan mijn stem. Ik ben mijn stem aardig kwijt. Dat komt omdat we een uh, prima avondje hebben gehad. We hebben natuurlijk ook een geweldige middag gehad met de game. Dus laat ik ook niet te lang weer proberen te praten. Uh, jongens in de studio, Daan, ik weet dat jij er zit. Ik weet dat jij je stem nu weer terug hebt. Dus beter, heb jij nu wat zinnigs te melden over die game? In plaats van dat je een beetje soort van half lam stom gaat zitten lullen. Succes ermee, jongen. Nou, dankjewel, je wel, Daan. Ja, leuk. Uh, dat je dat uh, zo even een stokje in ons doorgeeft weer. Dit was even een, een blik op het zware leven van de gamesjournalist. <laughs> um, ik moet wel zeggen, dit, ja? is, dit soort uh, uh, tripjes zijn in die zin makkelijker, omdat je niet constant... Uh, kijk, als je met twee bent, ben, ja, ja, is dat ja. anders. Maar ik was niet constant bezig met, oké, okay, uh, fuck, nu moeten we hier gaan staan, nu moeten we hier een interview doen, nu moeten we hier dit doen, nu moeten we daar dat doen, en we moeten hier nog wat vets doen voor het item. En dit was gewoon van, oké, okay, ik ga gewoon en ik alles wat ik leuk vind, film ik gewoon en dan zie ik wel wat eruit komt. Ja, nee, het, het is wat betreft dat betreft uh, wat makkelijker. Ik denk ook wel, uh, als we het even over, over tripjes hebben, dat um, je hebt het Meestal zijn dit eendaagse of tweedaagse tripjes. En als het eendaagse tripjes zijn, dan gaat het hele eten en drinken ervan af. En ja. dan is het echt, echt best wel een, een redelijk saaie bedoeling. Behalve dat wil niet zeggen dat die game leuk is, dat is altijd wel leuk. Maar je bent eigenlijk gewoon als je het hebt over 12 uur onderweg. Waarvan je de twee uur speelt en die andere tien uur ben je alleen maar aan het wachten en aan het ja, reizen. En dat is, dat is ja, niet zo heel erg tof. Uh, vandaar dat ik wel verrast was dat het toch weer terug aan het komen is. Omdat ik dacht van hé, hey, maar we hebben toch hartstikke fijn dat je online lekker gewoon thuis kunt spelen, ja. uh, werkt prima. Maar als er dan nog een dagje bij is, dat is toch wel even leuk. Uh, gewoon ook om weer met, uh, ja, gewoon een aantal, ah, ja, en en collega's, mensen, ja, precies collega's van andere van andere websites, platformen, werk van streamers, noem maar op, ja. die dan uh, weer even spreekt en dan ja, leer je toch weer op een andere manier kennen ook. Dus, dus het is sowieso gezellig. En het is ook handig, want ja, bijvoorbeeld, uh, we hebben een roundtable gehad. Mm -hmm. Ja, dan zit je ook met die andere collega's. En die stellen misschien weer een vraag die jij niet stelt. Dus zo nee. vulde dat elkaar ook weer mooi aan. Dus ik, dat, uh... ik, ik ben het ook helemaal eens hoor. Want die roundtables of QA zitten ook heel vaak bij online. En dat vind ik echt fucking awkward. Want heel ja. vaak moet je dan, omdat je met. meestal zit je met. 20, 30, 40, 50 journalisten. Dat gelijk dan moet je het in de chat gooien en dan zie je die man zo kijken. Van, heel vaak is dat weer niet de man die dat doet. Dus die zegt: Oh, even kijken of er nog vraag binnen is gekomen. En die krijgt dan weer een voorgesorteerde vraag vanuit de redactie. Jouw vraag weer niet bij. Dus dit is best wel face-to-face. -face, is gewoon wat dat betreft gewoon wat uh, makkelijk. Helemaal ja. als er wat biertjes in gaan. Soms gaan ze ook mee. Uh, nog het café in, weet je wel. En ja. dan worden ze wat loslippiger. Ja, dat de 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 hoe heet het? De game director ja. was niet mee, nee. maar die hebben dus wel gesproken tijdens die... Ja, exact, dus je uh, kan ze vaak ook nog off the record uh, gewoon even babbelen of, of dan komen ze erbij als je aan het gamen bent. Ja. Vette setting, ik geniet altijd van al die vitrines vol met parfum. Ja, dat is, dat is sowieso leuk. En wat, wat grappiger was, want uh, dit is het ZeniMax uh, kantoor in ja. Londen. Um, dit is dus niet waar ZeniMax zit te ontwikkelen, nee, het nee. is puur hun uitgeeftak. Ja, uh, maar zij hebben dus allemaal van die wat, wat tegenwoordig helemaal in en normaal is, hebben ze van die uh, soort van um, conference rooms, van die kleine ruimtes waar mm -hmm. je dan uh, uh, met elkaar praat of waar je zoomcalls op een groot scherm hebt, weet ik veel wat. Um, en die waren ook allemaal vernoemd naar een uh, Bethesda wereldruimte. Yeah. Dus je had uh, van, van Starfield zat er een ruimte met die naam. Uh, je had uh, uh, de, van de wereld van... Uh, uh, Dishonored had je een ruimte en zo, en dat zag je ook een beetje in het soort ja. Van ja, dat is dan ook zo een beetje in die stijl aangekleed. Dus dat is ja, ik vraag, vraag me af, of, oh, want ik, ik ben toen voor Mario en uh, de Rabbits ben ik naar Frankrijk geweest. En ook zo'n zo'n zo room, weet je wel, dus ja. dit is volgens mij wel een vrij grote uh, ruimte waarvoor die normaal gebruikt, ik zou het niet weten. Maar die is ook helemaal aangekleed ja. in die Mario-wereld, en dan weet ik nog nooit, staat dat er altijd of hebben ze dan gewoon een decorbouwer ingehuurd? Van hey, we hebben twee, want vaak doen ze het ook meerdere dagen. Dus bijvoorbeeld, uh, jij was er nu met een aantal, en wie weet. Komt dan ja, een dat, de... volgens mij was dit verspreid over twee dagen kwam er wat Europese pers in. Exact, dus dus, vlak um... voordat wij aan de beurt waren was er nog een groep met Franse media die dan... Uh... Ja, precies, dan delen ze het een beetje op. Maar dit zag er wel heel erg uit alsof dit gewoon wel qua... Uh, look en feel altijd zo was. Ze hadden het, uh, ja, dat sowieso, maar ze hadden ook wel dingen leuk thematisch aangekleed. Dat ja. was, was daar, uh, dat had ik dan, dat ik niet goed, toevallig niet gefilmd, maar er was dan een, echt een thematische lunch ja, met ja. een lamp stew en een, een health potions en zo als drankjes. Dus dat was, uh, was wel grappig. Gaat, gaat ja, uh, en wat en, wat en wat dan de, 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 de presentatie van de, de game director zelf, die dan, was dan ook uh, allemaal bankjes met van die huiden erop van dieren en dergelijke ja, ja, ja. leuk aangekleed. Ja, dus dat, uh, ja dat, dat is wel allemaal heel leuk, uh, leuk. Gedaan. ja, dat is toch dan kom je toch iets meer in de vibe als dat je gewoon in je in je boxershort achter, achter je eigen pc zit met een online presentatie. zeker, ja, <laughs> je, je gaat er in ieder geval met een betere ervaring weg. ongeacht of de, de game nee. geweldig is of niet. en ik ben dan ook niet zo iemand die dan soort van heel erg happig is om dan de game ineens beter te zien dan dat het is. Nee, nee ja, het is, het, ik, ik denk, laat ik het zo zeggen. Je hebt, je hebt, uh, we gaan het even over die game hebben. Je hebt twee uur uh, pak en beet uh, mogen spelen. Dat ja. is um, voor elke willekeurige game best kort. Dat is niet kort voor een preview sessie, maar het is gewoon kort. Je, je krijgt een beetje een, een beetje een gevoel van wat het is. Ja. Um, en dan is het vaak heel erg fijn dat je daarna ook nog wat info krijgt bij een presentatie vooraf. Ja. En daarna nog wat vragen mag stellen, want anders... En dan heb je in ieder geval een beetje een beeld. Ja, hoor. kijk, en, en, en in zekere zin was het hier natuurlijk al duidelijk wat je zou krijgen. Want Elder Scrolls Online bestaat natuurlijk inmiddels ook al mm -hmm. een x-aantal jaar. Dus um, ja, iedereen wist wel wat hij kon verwachten. Ja. Het, was, het was gewoon echt puur en alleen van, oké, okay, wat is de setting? Wat is het verhaal? Met wie hebben we te maken? Wat kunnen we allemaal doen? Dat is die nieuwe klas. Ja, en dat, in dat opzicht was het fijn dat we die speelsessie hadden. Ik moet tegelijkertijd er wel bij zeggen, het was een beeld van volgens mij februari. Mm -hmm. En um, er was dus heel veel dingen waren er nog niet af. Nee. Heel veel dingen waren er nog niet geïmplementeerd in die beeld. Uh, Voicelines en zo die ontbraken, uh, bepaalde gebieden waar je niet heen kon. Missies ja. die niet startten, waar gewoon geen questmarker stond, dat soort dingen. Um, waardoor ik wel een klein beetje het gevoel had van... Uh, oké, okay. we zijn hier dus eigenlijk alleen om even gauw die Arcanist-class te checken in, in gewoon combat met wat normale enemies. Mm -hmm. Weet je, alle dungeons en dergelijke zijn achterwege gelaten. Het verhaal heb je ook, zeg maar, je kan gauw beginnen, maar je kan ook weer niet, zeg maar, uh, aardige stappen maken in het verhaal om te kijken waar het echt heen gaat. Nee. Dus, dus ik had wel zoiets van, oké, okay, ja... Vet, weet je, ik heb, ik heb even die klas kunnen checken. Ja, dat is natuurlijk PR. Je wordt natuurlijk een beetje gebruikt ja. uh, om, om even die hype op te starten. Alleen aan de andere kant, uh, je bent ervaren, je ja. doet het al langer, dus uh, je kunt er ook doorheen prikken. Jij kunt, denk ik, wel zien: oké, okay, die, die nieuwe klasse, de Arkenist, ja. is die vet. Uh, maar en het nieuwe gebied. Triggered die mij een beetje. Weet je ook, dat zijn de punten die je kunt doen. Zit er genoeg nieuws in waarvan jij denkt. Oké, okay, dit ga ik in de gaten houden. Ja, ja. Nou, en dat, dat is dus wel het geval. Mm -hmm. Want uh, sowieso, het was heel. In dat opzicht dan ook weer heel fijn. Dat ik juist met die Arcanist klas in de slag ben gegaan. Want ze ja. zeiden van ja, als je wil mag je gewoon een andere klas kiezen. Ik zeg echt van... Ik ga hierheen om met die fucking arcanist klas te spelen ja. ook hoor. Dus, uh, Jij speelt uh, thuis met? Uh, thuis speel ik met, eigenlijk met een, een, een Warden. En dat is een beetje een soort van de Druid. De, de Beast Master. Oh, oké. Okay. Um, de Arkenist. De arcanist. De arcanist. Wat, 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 wat kent hij? Ja, nou um, voor, eigenlijk voordat ik dan over de Arcanist begin. moet ik eigenlijk een beetje de, de context van de klasse geven. En mm -hmm. de context van de klasse geven, dat doe je eigenlijk door even te hebben over het verhaal überhaupt. Ja. Uh, we hebben hier te maken met. De grote Hermeus Mora. Het is een soort van gigantische blob. En het is, ja, je kan het het beste misschien wel omschrijven als een, een groot vliegende hersenkwap. Mm -hmm. um, niet dat hij er zo uitziet, maar het is een, met een groot, een groot oog. Uh, het deed me ook een beetje denken aan een beholder van Dungeons and Dragons, maar dat is wat anders. En um, and dat is de Daedric Prince of Knowledge. En Daedric Princes in de wereld van de Elder Scrolls zijn. Sommigen zijn goed, sommigen zijn slecht, sommigen zitten er een beetje tussenin. Deze zit er eigenlijk ook een beetje tussenin. Maar wat is het geval? Er is een soort van ja, conspiracy aan de gang. Uh, waarmee ze uh, hem eigenlijk. Uh, ja, de, de, de andere Daedric Princes hem van tafel willen vegen. Uh, hem uh, ja, een beetje buitenspel willen zetten. Uh, zodat hij niet meer alle knowledge kan vergaren. Mm -hmm. um, ondertussen, door zijn knowledge van de soort van de dark arts. Uh, bestaat dus de Arcanist-klas. Het zijn eigenlijk de soort van de Forbidden Knowledge... noemden ze het volgens mij. Um, ja, daar komt dus die Arcanist-klas uit voor. Dus je ja. ziet ook heel sterk... De, de stijl die gehanteerd wordt rondom... die Hermes Mora. Die overigens waarschijnlijk als je een... ...heel erg uh, uh, lief hebben met Van Skyrim en de Dragonborn DLC hebt gespeeld... ...dan heb je hem gezien. Dan ben je ook naar zijn wereld gegaan, genaamd Apocrypha. Uh, een soort van de één de grote bibliotheek met boeken overal. Echt een gigantisch boekenwereld is het, zeg maar. Um, maar dan, uh, dat, dat, ja, die klas is dus volledig daarop gebaseerd. En dat vind ik juist heel vet, want je hebt niet meer een soort van algemene klasse... Uh, die wel weer wat heel wat anders doet dan andere klasses. Mm -hmm. nou, je hebt ook echt een heel, heel thematische klasse voor deze, voor deze expansion. Nou, dat, dat maakt het automatisch al meteen dat je denkt van... oké, okay, dit past bij deze expansion, dus dan ga ik ermee spelen ook. Mm -hmm. Niet alleen doordat het nieuw is, maar ook omdat het gewoon ja, vet is... Om, om als een of andere forbidden, forbidden knowledge seeker... door de wereld van de Apocrypha te lopen. Ja. Klinkt heel spannend als ik het zo zeg, maar <laughs> <laughs> het is wel zo. Het is natuurlijk ook... Uh, Zoiets uh, zo, ja, is heel belangrijk voor uh, de aantrekkelijkheid, de aantrekkingskracht van de DLC en ja. de nieuwe klasse. Dus ja, zeker. Uh, in het voorgesprek wat ik met jou had, zei je ook al van: um, hij kan veel, um, een beetje van alles, best ook wel goed. En hij is best wel. Powerful, juist om hem aantrekkelijk te maken om te gaan spelen. Ja, dat is, dat is iets wat je eigenlijk wel altijd ziet als er een nieuwe klas aan een game wordt toegevoegd. Ja. Uh, dat is bij Destiny. Zie het is misschien een heel goed voorbeeld. Destiny, um, ja, als er een nieuwe uh, subklas Stasis wordt toegevoegd, eerste jaar. Nou, je hoeft niet te verwachten dat iemand met iets anders gaat lopen dan Stasis. Want je, je, je wordt gewoon van de kaart geveegd als jij als je ja. het niet gebruikt. Je hebt, geen, je, staat geen, je hebt geen enkele kans tegen andere spelers. Um, nou is dit natuurlijk meer PVE. Dus er zit ook wel PvP in. Maar um, ja, dit ook hier merk je van die, die klasse is nu heel sterk. Of dat met launch ook zo is, weet ik niet. Ik denk het dus eerlijk gezegd wel. Want je wilt natuurlijk ja. die, die nieuwe klasse zo, zo, zo ja, aantrekkelijk mogelijk maken. En als die dan sterker is. Ja, er zitten zoveel min-max nerds tussen die dan denken van... oké, okay, ja, hier pak ik zoveel DPS mee met deze Arcanist-klasse, dus die ga ik pakken. Daarom denk ik ook wel dat heel veel mensen ermee gaan spelen. Ja, wat kan hij allemaal? Um, nou ja, hij is anders dan andere klassen in de zin van dat hij eigenlijk alles kan. Mm -hmm. Maar omdat je natuurlijk heel sterk, uh, soort van één, niet per se één richting kiest, maar... Je, 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 ja, je hebt drie skill lines. Uh, in dit geval is dat de Herald of the Tome. Uh, dat is je eerste en dat is meer een soort van damage uh, skill tree. Uh, dan heb je nog de Soldier of ja Ik kan het even hier oplezen, ik heb er een foto van gemaakt. De hm. Soldier of uh, Apocrypha. Dat is dan meer een tankrol. Dat is meer jezelf shielden, buffen. Enemies debuffen. Noem maar op. Het, gro het grote doelwit zijn voor de vijand. Terwijl de mensen om jou heen, waarmee je samenspeelt, uh, ondertussen damage kunnen doen en wat meer kunnen ontwijken. En je hebt de curative room Forms. En dat is dan meer de healing tak uh, van die klas. Mm -hmm. uh, en eigenlijk met dus die damage tank en healing opties. Kan je dus een beetje alle kanten op. Jij kan zeggen van oké, okay, ik maak nu een. Um, uh, een beeld waarmee ik heel erg op damage wil met die, met die Arcanist-klas. Waar je dan ook wel echt hele vette thematisch vette skills ook voor hebt. Of uh, je gaat meer de tank kant op, uh, waarmee je dus uh, de tankrol echt vervult. Of de healing kant op, waarmee je dus die healing rol vervult. Dus het is niet zozeer dat je een healer bent als zijnde Arcanist of uh, een, een damage dealer. Je kan alle kanten op. En hoe jij het invult is eigenlijk hoe je, nou, hoe, hoe je het beste je rol kan vervullen in, uh, in combat. Oké. Okay. Het gebied uh, um, Necrom, ben ja. je wel eens geweest? Uh, nou ja, je hebt, Necrom is volgens mij de hoofdstad um, van de Telwani Peninsula, of, of het was van een ander gebied wat nieuw is, uh, maar um, ja, Necrom is, is, is een beetje de, de stad van de, de dark arts volgens mij. Ook. Ja, um, ik ben daar niet, ik, ik ben erheen gegaan in de speelsessie. Ik weet niet of ik er heel lang heb rondgelopen. of dat ik toen tegen een van mijn collega's zei. Hé, hey, kom, we gaan even met z'n tweeën. gaan we hierin of daarin. Dus uh, ik, ik, ik heb misschien een beetje van mijn tijd verspeeld. door niet te lang in Nekron rond te lopen. Maar goed. Hm. Um, maar de, de gebieden zijn in ieder geval de telvani peninsula uh, Dan heb je nog de, ja, de, die ene naam die ik elke keer vergeet. Um, dat is de. De. Chroma incognito. Chroma incognito. A new realm, never before seen. A psychedelic landscape of beauty and possibility. Hopelijk okay. even weten. Ja. Dat um, is dan meer, ja, een, een Morrowind, maar dan met nog meer psychedelische drugs op. Um, want het grappige is ook, het speelt zich weer eigenlijk weer af in de regio van Morrowind. Mm -hmm. En ik zei dat in, de, ik heb dat in de open open preview ook al gezegd. Ja. Waarom alweer Morrowind? En dat is een van de dingen die tijdens de roundtable ook wel gevraagd werd. Want ja, ze hebben dat twee jaar geleden, of ja, volgens mij is twee expansies geleden, hebben ze dat al gedaan. Mm -hmm. Dus dan zou je denken: van... oké, okay, ze gaan elke keer wat anders doen. Maar ze zijn weer naar Morrowind. En als je dan hoort van ze in zo'n gesprek: van ja, oké, okay, maar um, die Hermes Mora, dat paste gewoon heel goed qua, qua stijl en vooral ook qua verhaal uh, binnen de wereld of binnen de regio van Morrowind. Dat, dat ze er uiteindelijk toch voor gekozen hebben om dat te doen. Mm -hmm. uh, helemaal omdat je eigenlijk elke expansion net een kleine stap hebt gemaakt met technologie. Dus dat je er nog net iets vettere wereld neer kan zetten. Dus ze hadden ook überhaupt dat gevoel dat ze daar meer uit konden halen. En dat hebben ze dus ook uh, gedaan. Want die Tawani peninsula zit dan eigenlijk naast Vardenville. En dat is het eiland van, van uh, waar de Morrowind expansion en ook de Morrowind game van eind, begin 2000 of zo uh, zich afspeelt. Um, dus ja, in de, en, en daarnaast heb je natuurlijk dat apocrypha, dat is de oblivion realm van Hermes Mora, en heb je nog die Chroma Incognito, en dat zijn drie dezelfde, ze hebben een beetje dezelfde invulling qua dat het gaat, dat het heel erg gericht is op het verhaal en het duisteren wat er allemaal mm -hmm. gebeurt. Vandaar ook een beetje de naam Necrom, dat klinkt ook al vrij uh, ja, necromancerachtig. Ja. Um, dus ze zijn wel op, met alle drie de gebieden op één ding toegespitst. Maar ze zien er wel allemaal compleet anders uit. Apocrypha is echt een soort van duister, zwart-groene boekenwereld. Echt een gigantische bibliotheek eigenlijk. Uh, dat, dat, dat Chroma Incognito is dan meer Morrowind dan steroids. En Telvani Peninsula is een beetje Morrowind meets... wat iets meer uh, tropische-achtige taferelen. Zomaar. Ja, in twee uur lukt het je natuurlijk niet om overal zeker als de game nog niet af is en ja. bepaalde dingen gewoon niet voor jou betreedbaar, uh, waarom echt een, goed, ja, een goede opinie te krijgen van wat er allemaal te doen is en of het allemaal vet wordt. Maar is het, is het had je wel zoiets van, oké, okay, dit, dit is best intrigerend wat hier gebeurt. Ik, ik zie toch al wat, wat nieuwe vijanden. Ik, ik, ik uh, zie nieuwe skills die ik kan gebruiken. Die, die class die vind ik interessant. Uh, nou ja, is, wat voor gevoel had jij na die speelsessie? Kijk, ik, ik heb natuurlijk weinig van Echt de main story meegekregen. Mm -hmm. ja. Maar in de presentatie die we kregen, zeiden ze: ja, hebben ze natuurlijk ook een beetje verteld. Van oké, okay, dit zijn de antagonisten, dit zijn de protagonisten, dit zijn de mensen die helpen, dit zijn de mensen die tegen jou zijn. Uh, en toen ik dat allemaal hoorde: van oké, okay, ja, er is. Ik vind het vet dat er een beetje een soort van. Nee, niet per se politiek spelletje, maar de, de, de spelen dingen in die wereld. En dat, dat, is, ja, dat, dat draagt bij aan die main story. En je ziet het allemaal een beetje vanaf, van die verschillende kanten. Wordt het belicht. En uh, ja, je, je weet dat, ze, dat de bad guys zijn bezig om die Hermes Mora bij het spel te zetten. En weet ik veel wat allemaal. Tijdens de, de vorige uh, expansion hadden ze dat ook. Was een beetje een soort van. Hadden ja, dus ze uh, vredesbesprekingen en die werden dan gesaboteerd door een bepaalde groepering? Het zijn, het zijn hele vette opzetjes voor, voor, de, voor de verhalen die ze hebben. En dit keer ook weer, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Um, tegelijkertijd, uh, er was één ding. Oh ja, één ding wat ze eigenlijk nu voor het eerst gaan doen. Uh, waar ze over vertelden. Tenminste, niet dat ze de details daarvan vertelden, natuurlijk. Maar was dat ze. Um, um, aan het einde van deze expansion hebben ze een grote verhaal cliffhanger. Mm -hmm. En ik denk ook dat het de bedoeling is om dat weer het opzetje te laten zijn voor het volgende jaar. Mm -hmm. uh, dus op die manier nog makkelijker het stokje over te geven, is van expansion naar expansion. Want je ziet nu ook bijvoorbeeld, uh, je, je hebt weer het jaar van uh, bij Elder Scrolls Online hebben ze sinds een paar jaar hebben ze het jaar van dit. Het jaar van ja, dat uh, vorig jaar was dan het jaar van de Breton. En de expansion was dan, zeg maar, het hoogtepunt, de climax van. Uh, dat jaar, dat dan halverwege uitkwam. Um, nu ook weer, het draait allemaal rondom deze uh, expansion. Maar je ziet ook weer hier, weet je, je krijgt weer een prologue quest die je al kan doen. Volgens mij. Ik weet niet of dat nu al is, of dat het echt pas vlak voor het uh, expansion er is uh, kan spelen. Um, er zijn nu al twee dungeons uitgebracht, die volgens mij ook al een beetje je in dat hele verhaal easen. Um, dus ja, ze zijn heel erg bezig met opbouwen na die expansion. Mm -hmm. En vanaf die expansion. En het verhaal ga je dus ook eindigen met een cliffhanger, waardoor je volgend jaar weer uh, het, het stokje doorgeeft ja. aan de volgende expansion. Wat slim is. Dat zeker. Uh, dat kwam meteen ook een, een interessante vraag uit in de in de roundtable. Want een van de dingen die sowieso altijd bij MMO speelt is uh, het aan boord houden van spelers uh, en ja. tegelijkertijd het aan boord krijgen van nieuwe spelers. Wat best. Lastig is omdat je heel snel het idee krijgt hebben. Ja, Jezus, bedoel, ik heb al die expansies gemist. Ik kom er nooit meer in. Nou, ja, het, het, het is inderdaad zo. En het, het, he, om Destiny weer aan te halen, dat zie je bij Destiny ook. Er komt steeds meer bij. Er komen steeds meer mechanics bij. Er komen steeds meer weet ik veel, verschillende soorten valuta. Of verschillende dingen om te craften. Of uh, dungeons en weet ik veel wat content. Um, er komt steeds meer bij. Dus het wordt ook steeds moeilijker om mensen aan boord te halen. En ze zeiden, ze gaven zelf ook toe van. Ja, heel eerlijk, dat is iets waar wij nog niet echt de vinger op hebben kunnen leggen van oké okay, dit dit is het wat wij moeten doen om mm -hmm. spelers binnen te halen ja uh, je ziet wel elke expansion heeft eigenlijk een soort van zijn eigen mini tutorial mm -hmm. uh, en in zekere zin is die volgens mij van twee jaar geleden of zo dus een nieuwe echt echt regio specifieke tutorial ik weet niet of dat nu weer nee volgens mij was dat nu niet weer per se zo maar je hebt gewoon wat algemene tutorial dingen ja, en het is toch wel... Als je het als je niet speelt, ook nu is het weer heel lastig om, om dan erin te komen. Helemaal ja. als je dus dat nog nooit gespeeld hebt. Ja dan is het is gewoon echt, uh, is dat echt lastig om dat allemaal op te pikken. Gelukkig bestaan er natuurlijk genoeg YouTube kanalen die allemaal dingen uitleggen van uh, hoe je op gang komt in die wereld. Ja. Dus in dat opzicht. Maar... Nou ja, een voordeel, één perk die ze hebben ten opzichte van eigenlijk de andere MMO's, de uh, Final Fantasy's, de Destinies, de World of Warcraft, is dat het op Pass staat. Dus ja. je zou kunnen zeggen van oké. Okay, uh, baat het niet, dan gaat het niet. Als je het niet tof vindt, dan kost het je feitelijk ook niks. Als je dat abonnement tenminste hebt. Ja. Uh, maar je hebt wel gelijk hoor, van elke keer komt er meer lore bij, meer verhaal. Ja. En als je er dan middenin valt, dan denk dan heb, je, dan heb je toch het idee dat je wat mist. Maar, ja goed, dat wil niet zeggen, um, miljoenen mensen spelen dit. En die, uh, moet je gewoon, die, moet je, ja, die moet je aan boord houden. En heb jij het gevoel, een beetje afrondend, dat je... Um, wat is ook een beetje de ervaring die je hebt als journalist? Hè? Ik bedoel de enige taak bij een preview is eigenlijk een beetje door al die PR en al die barrières die op ja, dit komt er allemaal nog in en hier moet je het nog even niet over. Ja, precies. Kun je er doorheen en denken van oké, okay, dit dit, eh, dit gaat de goede kant op. Dit, dit dit kan leuk gaan worden. Of denk je van er zitten nog zoveel bugs en glitches of weet ik allemaal wat in. Uh... Nou, kijk, dat 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 was lastig om te zeggen met de beeld die we voorgeschoten ja. kregen. Ik denk wel je hebt, je hebt al zoveel jaren gehad om alles goed onder de knie te krijgen. Dat ze dat, ze dat echt wel redelijk. Mm -hmm. nou, ik wil niet zeggen probleemloos. Maar zo'n zo launch. Het is niet de launch van een nieuwe game. Het nee, is een nieuwe expansie. <coughs> dus ja. engine, alles is klaar. Je, de, de servers zullen het wat drukker krijgen. Maar verder zo loopt en staat alles in principe al. Voel, voelde het groots aan als van. van hè? Want je hebt gewoon uh, expansies die denken van. Meh, meh, okay, okay, ja, oké, oké, ja, fuck. Of je hebt expansie, Zo, ik, ik krijg echt een hoop. Um, ja, dat, dat hangt, denk ik, af van de, van de grootte van echt het verhaal. In de, 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 de losse dungeons en dergelijke, die er te doen zijn. Ja. Nogmaals, ja, daar heb ik gewoon niet heel veel van meegekregen, omdat heel veel van dat nog niet erin zat. Dus ik kwam ook niet uit die twee uur met van. Poh, ik heb echt alleen maar gevochten en dungeons gedaan en dit gedaan. Nee, ik heb ook heel veel rondgelopen om gewoon te kijken hoe, hoe die hmm. wereld is, omdat ja. heel veel van die andere dingen er gewoon nog niet in zaten. Um, toch één ding wat ik nog moet zeggen over, ja. over de Arcanist class, voordat ik het vergeet, want ik ben het in de open versie ben ik het vergeten. Um, die, die hele klasse draait ook rondom een crux systeem. En in de, in de gameplay zie je al vaak een uh, soort van drie uh, zwevende driehoekjes om je heen gaan. Uh, het was voor ons ook even wennen dat, er, dat dat de visuele cue was, dat dat het crux systeem was. Het zijn eigenlijk een soort van drie punten die je opspaart en die je ook weer uitgeeft bij bepaalde moves. Sommige moves bouwen die punten op, sommige moves geven die punten uit om, om een bepaalde move sterker te maken. Dus uh, bijvoorbeeld met move A uh, map ik de vijand met mijn magische hand, zeg maar wat, uh, om, om, om zo'n zwevend punt te krijgen, tot een maximum van drie. En met move B heb ik een soort van gigantische straal, geef ik in één keer die drie punten uit om extra veel damage te doen, 50% ja. procent meer, ik zeg maar wat. Uh, dus, dat, dus dat ook daar in die zin... Uh, en en ja met met gewoon een super power die je steeds opbouwt. Uh, ja, je dus meen je volle lopen? Even een, even een buff opbouwen. Ja, ja, ja. Ja. En in die zin uh, haakt het ook wel weer in op het, zeg maar, het aan boord houden van spelers. Ik denk ook wel dat deze klasse interessant genoeg is om uh, echt even stevig in te duiken. Kijken wat, wat de beste opties zijn, maar, wat de beste kun, op elkaar werken. Kun je dan met die Arcanist ook in die andere updates? En in, ja, ja, ja. Maar, ja. ja het is, de, de, die wereld Want is gewoon. Dat uh, vind ik dan weer wel slim. Als jij. En dat, 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 dat gevoel krijg ik een beetje van, uh, en dat is ook slim van deze jongen, uh, is zo, is best wel sterk. Ik wil niet zeggen overpowered, maar hij is heel sterk. Uh -huh. Dat is een van de angsten die je hebt als Noob. Weet je wel van ja, dan moet ik iets opbouwen, dan kom ik in de wereld, iedereen is tien keer zo stil en. Uh, als je ja, nieuwe... in, in... Ik denk dat mensen die nieuw zijn nu, die beginnen met deze klas. Oh, en dan, zijn, dan, zijn ze meestal, dan zijn ze in ieder geval lekker sterk al I, Ja, nee, ja het, het, het werkt natuurlijk heel anders. Want de dingen zijn zo gebalanceerd dat als jij level 1 bent. Mm -hmm. En jij joint een maatje van jou die level 30 is, ja. dan word jij geskillt naar level 30. Mm -hmm. Dus in die zin. Je hebt wel nog steeds dezelfde skills die je hebt op level 1. Maar ze zijn sterk genoeg om de damage te doen die iemand van level 30 ook doet. Dus, dus die game die balanceert dat al redelijk uit. Maar je kunt wel omdat hij alles kan, kun je ook wel misschien wat makkelijker een keuze maken. Dat wel. Terwijl, terwijl ja, dat bij een ja, andere klasse, en een, die heeft vaak één richting. En dan ja. denk je, fuck, dat is mijn richting. Die moet ik weer helemaal Kijk, overnieuw beginnen. Dat zeker. Je hebt, ja. je hebt minder dat je, dat je denkt van, oké, okay, ja, ik ben nu deze, deze boogschutter. Ik had liever toch een, een mage geweest. Ja. ja dat, dat heb je hierbij niet. Want je bent gewoon een, een magier die ofwel de damage kant op gaat, ofwel de tank kant op gaat of wel de, de healing kant op gaat. Dus je, in dat opzicht is dat een hele veilige keuze, ook voor nieuwe spelers. Mm -hmm. uh, dat ze echt alles kunnen checken. Um, als ze er niet mee eens zijn wat ze hebben gekozen, gewoon respecken de boel. En dan zeggen van nou, dan ga ik misschien toch weer op, op damage nu of uh, ja. toch wat meer op dit of dat. Volgens mij heb je ook wel bepaalde skill loadouts dat je echt al meteen je beeld kant en klaar hebt. Ik zit niet dusdanig in de game dat ik dat uit mijn halve weet. Maar ja, je kan er alle kanten mee op. Dus dat is, uh, dat is voor nieuwe en voor ervaren spelers is wel iets, uh, iets wat heel chill is, denk ik. Ja. Um, Volgens mij begin juni, dag 5 juni. Maar uh, hij komt al vrij snel. Dat is een paar maandjes. Lekker voor de E3. Volgens mij was dat ook een beetje de bedoeling dat het dan voor de E3 al erop zou liggen. Maar ja, goed, die hele E3 gaat niet meer door. Uh, we gaan er zeker nog wel wat mee doen. Natuurlijk de review. Dus jij gaat er induiken. Ja. Um, we gaan er ook een stream over maken. Um, Daar gaan we er ook weer vol induiken. Uh, de Elder Scrolls, Elder Scrolls Necrom. Een nieuwe uitbreiding voor Elder Scrolls online natuurlijk. En um, in juni. Kan iedereen mee aan de slag?